En ik kom hier aanstaan en ik zet dat gewoon uit. En met dat ik hier gewoon staan, allee, is dat nog eens zo. Hey, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Tom. Chiara is er ook bij. En het is even geleden dat ik een video gepost heb. Dus ik kan hier wat random stukjes vlog posten. En vandaag gaan we een unboxing doen. Maar ik kon dus ook. Ik kan ook even een kleine update doen van een aantal dingetjes dat ik gedaan heb de laatste dagen. Alright. Sunshine. Gewoon keigoed weer buiten. Oké, ik ben bij de Wellens in Herentals. Dat is een mannenwinkel waar ze heel veel verschillende merkkledij hebben. Voor ieder wat wils, van zo draagbare, jonge, hoe kan ik het best misschien verwoorden? Jonge merken tot misschien, ja, zeg maar de A-lijnen, Armani, al de grote brands zitten hier ook. En we doen zoals elk seizoen een lookbook shoot. Dus ik ga de make-up doen van één mannelijk model en ook ik kan ook de foto's doen. Voilà, tot straks. Is er iemand die dokter is of zo, of die veel van dingen af weet, vooral van verkoudheden? Chiara, by the way. Hier, dat ringachtig figuur die achter mij zit. Wat is dat ring? Je weet wel, de ring met zo'n lange haar. Oh mijn god, laat mij rust. Nee, ga weg. Go away. Anyway. That bitch beweert. Die zit hier te snotteren en te niezen en ik weet niet wat. En ik zei dat een hele tijd geleden ziek was geweest door een klant die dus in mijn gezicht te niezen heeft. En ik ben toen 3 weken ziek geweest. En zij beweert dat dat dus niet kan. Die zit er te niezen, die haar neus staat keirood, helemaal snotvodden. Ik bedoel, is er iemand die weet, als je een verkoudheid kunt overkrijgen, ze beweert dat ze niet ziek is. En dat je dat dan niet kunt overkrijgen ofzo. De kans is toch veel groter als zij hier zit te niezen in mijn living dat ik ziek word, niet? Nou, ze probeert echt op knuffels te geven en zo. Bitch. Hoi, bitch. Kom maar, bitch. Hier. Nala, laat me mijn rust. Oh my god, stop met mijn been te rijden. Niet in zo'n en nu, it is eating our waffles. Schat. Stop it! Gooi je wafels in de vuilbak. Die zullen allemaal besmet zijn. We zijn toch mislukt. Het is wel waar. De Glenn heeft mooie wafels gebakken. Oh, wacht hè. Net de hulpleiding geroepen van mijn pa. Deze is gelukt. En zijn dat snotvodden van dingen, van Chiara hier? Ja. Nee, dat is van mijn borstels. Nee, dat is een volk. En deze is een halve wafel. Super lekker. En deze is met chocoladestukjes in, dat je moet zoeken. Het zijn precies dode vliegen. Ik weet dus dat er iemand weet of dat die bitch daar, dat die onze ziektes kan overbrengen door te niezen in onze living. Als ik ziek ben, echt waar, jij doet mijn klanten, hè. Als ik afbel, als je mijn boek geeft voor een job en ik bel af, dan weet je waarom het komt, hè. The ring. Dat er iemand een goede recept heeft voor wafels te bakken, just leave it in the comments down below. We gaan dan eerst een keer naar buiten met een hond, want die heeft nog nooit geen sneeuw gezien. Je hebt toch een sleutel mee, hè? Huh. Wat is dat nou, hè? Is dat? Ja, hè? Maar je dit doet. Ja, whatever. Iedereen deed precies op Facebook alsof het een of andere sneeuwstorm was, dus ik dacht, kom wel lekker naar buiten. Echt zo.
Mannen, dat is 3 mm sneeuw. Dat kunnen we toch geen sneeuw noemen, hè? Anyway, ik heb een pakketje gaan ophalen. We gaan het iets samen open doen. Vandaag was echt een kutdag met een grote K. En ik ga even laten zien waarom. Oh my god, echt waar. Ça va? We waren bijna opgebrand daarnet. Hé? Heel mijn kot van bijna in mijn fik. Nog een beetje restanten, als je het kunt zien, van assen. Een boosdoener is in deze. Anyway. Ik heb geen centrale verwarming in de studio, hier. Omdat ik vond dat dat te lelijk was, dat je zoveel van die ja, chauffages aan de zijkant van de muren hebt. En ik wou zo één centraal element, dus ik heb dat in een tijd laten installeren. Dus dat werkt keigoed, maar je moet dat af en toe natuurlijk laten uitkuisen. En die mens die dat moet komen uitkuisen, allee, de winkel waar ik dat gekocht heb, dat is al 3 keer dat ik er naartoe bel. Je moet vragen van wanneer komt de gulle dat onderhoud doen? Sorry voor de rommel op de achtergrond. Valt mee. Wanneer komt de gulle dat onderhoud doen van die kachel? Ja, we komen. Het stookt me voort. Vanmorgen, in deze, echt soort 2 ontploffingen. Maar van binnen in die kachel. Dus dat is echt zo van shit. Wat is dat? En ik kom hier aanstaan en ik zet dat gewoon uit. En met dat ik hier gewoon staan om... Allee, is dat nog eens zo'n boef dat dat zegt? Allee, vliegen er niet achteruit of zo, maar allee, in mijn hoofd was dat wel zo. Anyway, dat was gewoon normaal gezien en zo een schoon vurkje die daarin gaat. Dat was echt keihard aan het branden gewoon. En er kwam ook zo uit al die roosters hier, wat dan normaal naar buiten gaat, er ook. Kwam er echt uit. Dus met grote nadeel. Dat alles zo een beetje onder het. Ik weet niet of je dat kunt zien, maar. Onder het roetlicht? Nee, je ziet het niet. Ja, je ziet het wel een beetje. Zo denk je, dat is gewoon stof. Je niet gekuist? Nee, het is echt gewoon roet. En, dus ja, ik laat die afkoelen. Ça va, dat komt allemaal goed. Ik bel naar DMA's ondertussen van... Luister, wanneer zijn we nu van plan voor eens langs te komen? Want, allee, ik kan ook niet meer stoken. Ik kan het ook niet meer warm maken. Volgende week ergens. Ik zeg, het is aan het vriezen. Het is aan het fucking sneeuwen buiten. En die zegt, en ik zeg ja, anders moet ik gewoon even iemand anders bellen voor voorlopig. En zoiets van, ja, please help me, whatever. En die zegt van, als je denkt dat er iemand anders zit te wachten op je telefoontje, moet je dat doen. Maar allee, what the fuck, jongen. Ik heb hier een keiduur spel bij jou gekocht een paar jaar geleden. Wil jij eens een beetje vriendelijk doen? Allee, ik zeg, ik kan gewoon een week niet stoken. Ik zeg, kunnen dan die, ik weet niet, ik moet dan niet zeggen dat je voor al je klanten maar één iemand hebt die de onderhoud doet van al die kakkels. Ik zeg dat niet, maar ik denk dat gewoon. En hij zegt van, en trouwens, zo dat afjagen, dat kwam mij niet af. Je moet dus wel weten dat dat al een aantal maanden is dat we gebeld hebben. Een aantal maanden geleden, hè. Dus het is dan niet dat ik die mensen aan het afjagen ben. Als ik een paar maanden geleden al gevraagd heb om onderuit te komen doen. 2 weken geleden nog eens. En nu, omdat het ontploft, zegt hij, ik laat mijn eigen niet afjagen. What the fuck. Als er iemand is die weet, of niemand kent, die pelletkachels onderhoudt. Ik betaal het dubbel als hij hem komt herstellen. Als hij hem ook die andere op zijn plaats kan zetten en zeggen van fuck you. Maar anyway, dus ik laat het afkoelen, dat spel. En ik wil die uitstof zuigen. Oh my god. Normaal gezien als dat uit is, als je geen geluid meer hoort van die kachel, kunnen die uitstof zuigen. Blijkbaar omdat dat zo gebrand had. Worden er echt smeulende dingen dat je niet kon zien met blote oog. Allee, dat je niet kon zien liggen. En mijn stofzuiger stond in brand. Dus heel die zak van binnen was eigenlijk zo goed als opgebrand. En dat kwam allemaal rook uit. Dus er was hier grote paniek dan rond die stofzuiger. Oh my god, wat voor een dag. En ik wou per se een video opnemen. En heel de tijd, als dat aan het gebeuren was, was ik me constant aan het denken. Wat zit er in deze pakje? Maar bon, nu zitten we hier voor dus die doos op. Maar dan zitten we dus hier voor die doos open te doen. Finally, wat is een hele dag. Nee. Dat is al een hele dag dat ik zoiets had van...
ik heb geen tijd, want ik moet van alles opruimen en doen. Ik moet nog container parken, ik moet kakkels uitstofzuigen en stofzuigers die in brand staan, blussen. Maar ik wil gewoon die doos open doen. I wanna see. Weet je niet wat het is? Nee. Ik weet eigenlijk wel wat het is. Ik heb het al gezien bij een collegaatje van mij. Die krijgt ook zo van die PR van Nix Cosmetics aan. En, maar zoals je ziet, het is echt wel een kei huge doos. Normaal gezien zijn die dozen van Nix Cosmetics helemaal niet zo groot. Allee, die zijn wel groot, maar die zijn zo kubusvormig. Dus vandaag zijn die gewoon plat en groot. Groot. Ik heb juist een set gekocht. Ah, by the way, ik ben mijn baard aan het laten groeien. Ik kan hem wel terug eens moeten kleuren, want er zit wat grijs tussen terug. Maar ik wil echt zo'n... hoe heet het juist? Corporate beard. Is dat in het Engels. Dat is zo gewoon een beetje een baard. Dus wat langer. Een beetje langer. Maar niet zo... Niet zo... Weet je wel, hè? Taliban lang. Oh, nee. Gewoon nee, stylish. Nee, gewoon stylish, maar we zullen zien als ik genoeg baardhaar heb en zo. Werken. What's that? Super hard. Can't stop, won't stop, full coverage foundation. Up to 24 hours, 45 shades. Hashtag NYX professional makeup. New! Oké, dus dank u NYX Cosmetics voor de... Nieuwe doos. Ik ben super benieuwd. En reveal. Oh my god. Ja. What happened? Oh my god. Ja, kijk. Can you see? Veel. Dus dat zijn allemaal samples van hun foundation. Oh. Ja, I know. Die. Oh. Ja, die zijn allemaal zo wat opengekomen. Alleen niet allemaal, maar toch vrij veel. De laatste keer dat we een box hadden gekregen. De voorlaatste keer heb ik gewoon geen doos gekregen. Er is iemand nieuw bij NYX Cosmetics. En dat besloot om mij van die fucking list af te gooien. Van die PR-lijst. Dat is echt zonde. Ik heb juist een heel boek uitgebracht waar er echt al veel producten van NYX Cosmetics worden gebruikt. En ik vermeld het allemaal en die gooien mij gewoon van die PR-lijst. Dat is zoiets van... thanks for nothing. Maar, dan hebben ze mij terug op die PR-lijst gezet, omdat ik zoiets had van, what's going on? Ik had zo'n mailtje gestuurd van, waarom? Mm-hmm. Niet dat ik, maakt niet uit, maar heb ik het verkeerd gedaan, zodat ik tenminste weet hoe of wat. Ze hebben niet gezegd waarom dat kwam, maar ze hebben mij er wel terug opgezet. Ik heb wel de grote kerstbox gemist, wat dat spijtig was, want ik heb echt wel toffe looks gedaan met kerst. En ik heb niks kunnen doen van hun, niks kunnen gebruiken van hun. Dat was spijtig. Want het lag wel een beetje in de lijn. Dat was zo die Candyland dingen. Ik had ook bepaalde looks die volledig in dat thema lagen. Dus dat kon dat niet doen met kerst. Dan heb ik een doos aangekregen vol met glitter. Dat ik opende en dat ik ook gefilmd had. En ik heb dat eigenlijk niet echt kunnen gebruiken. Want letterlijk, gewoon die producten zaten helemaal onder de glitter. En nu zitten ze onder de foundation. Dus, maar we zullen er even over kijken. Dus we hebben hier die 45 kleuren gekregen in samplepotjes, wat er natuurlijk leuk is. Als make-up artist zitten we met deze natuurlijk wel niet zo heel veel. Ik denk ook wel dat dat samplepotjes zijn. En dat zijn dan, denk ik, de volledige packaging. Dus zou dat je goed moet schudden. En dat zou dus een full coverage foundation zijn. Ja. Die sampletjes is voor je kleur te kunnen bepalen. I don't know, hoe kan deze zelfs? Hoe kan dat openkomt? Dat is gewoon niet te goed dicht gedaan. Nee, het zit er fijn op. Ja. Internships waarschijnlijk. Er zitten nog concealers bij. Can't stop, won't stop. Contour en concealers. Ook in drie kleuren. Voilà. Er zit ook een setting powder bij, die zo'n beetje geel is, met een beetje bruin aan. Er zit ook een sponsje bij. En er zit ook een soort van beauty blender. En er zit ook een kwast bij. Ik ben geen fan van NYX Cosmetics hun borstels, maar van die Total Drop Foundation, Total Control Drop Foundation, borstel ben ik echt wel content. En ik denk dat in deze is eenzelfde soort. Enkel dat die iets korter is van haar. Dus ik denk dat dat wel heel tof is.
This comfortable matte formula preps your complexion for super smooth foundation application. To use, apply evenly over skin and gently tap to set. Complete the look with your Can't Stop Won't Stop full coverage matte foundation. Ja, het doet mij gewoon een beetje denken aan zo een mattifying soort van wax. Ja, het voelt een beetje anders, een soort van zachte wax. Dat voelt echt niet fijn aan op de huid. Voor mij trekt dat ja, nu. Het trekt. Het is precies dat zo. Alsof er een masker op zit. Zo ja. Zo'n cleaning masker. Ja, maar kijk, het blinkt ook enorm. Kijk, precies glitter hier. Ik gebruik tegenwoordig heel graag die foundation van Warpaint. Dus die male, die mannen make-up. Dat vrij nieuw is in de glenzende webshop, omdat die gewoon, je ziet die ook niet liggen. En dat vind ik zelf heel belangrijk en ik... Kijk, in het podium. Ja, het ligt erop. Ja. Dus ik heb mij nog niet zo heel veel aangedaan en het opgebracht en het ligt er echt wel een beetje op. Nu, ik ga wel zeggen, ik heb niet de meest verfijnde poriën, ja? Dus de foundation gaat bij mij heel snel zo echt erop liggen. Maar ik denk voor mensen die bijvoorbeeld wel, want het dekt wel goed en is vrij droog, echt powdery. Dat was trouwens met die andere Total Drop Foundation Total Control Drop Foundation was dat ook zo. Maar voor mensen met een meer oily skin of zo, ja, ça va. Maar voel er dan nog zo'n setting powder over te gaan doen. Ja, dus ik zie echt zo keihard die poriën ook zitten. Wat dan normaal is, dan ik heb gewoon wel grote poriën. Maar doen deze, omdat die zo droog is. Hij covert wel. Ik heb niet veel nodig, maar... Maar full coverage? Nee. Allee, hoe dat ik full coverage ken... Full coverage is full coverage. Hè. Dat is gewoon weinig product gebruiken nee. Voor zo'n super egale huid. Er komt nog rood doorheen. Ik had rood op mijn cheekbones. Ja. Dat komt. Ja. Heb je die andere kant van je gezicht niet gedaan? Want nee, ik heb één kant gedaan. Ik heb één kant gedaan. Oh my god, kijk. Like fucking... Oh my, dat ziet er niet uit. Kijk. It looks like a... Ja. Maar dat was ook natuurlijk wat te verwachten hè, vandaag. Na alle shittiness that was going on. En dan wilde ik toch nog zo'n video maken. Ik kan eens kijken wat we eigenlijk kunnen in edit. Big box. Big no-no. Ja. Nee. Niet van no-no, maar gewoon niet voor mij. Ik zal het zo zeggen. Ik heb graag... Mijn favoriete foundations zijn allemaal foundations die niet direct super droog worden. Omdat, dat kan ik er tenminste nog iets mee doen. Maar, ja, kijk, voilà. Voor ieder is een ding. Het is niet dat dat een slechte foundation is. Full coverage. Niet echt. Maar voilà. Dus dat was de unboxing. Wel kei leuk, want ik kan wel de foundations en zo en de concealers in erin zitten. Kan ik zeker ook gebruiken, zeker op de beauty blender. En die setting powder ook, setting powder. Ik denk dat alle setting powders zijn wel vrij goed van NYX Cosmetics zelf. Dus daar ben ik zeker van. En de brush. Maar die kleine potjes, dat is natuurlijk niet zo handig. Voilà. Misschien dat ik nog terugkom op mijn gedachten als ik eens een volledige look ermee doe. Oké, als je deze een leuke video / vlog vond, geef mijn video dan zeker een duim. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video. Bye bye. Ciao. Dag!